vind het eigenlijk heel te gek dat jullie langskomen om mij te helpen inpakken. Baby, we don't need no reason why. Hallo, hallo, CPG in the house. Oh my god, kijk, het is gewoon nog donker. Ja, maar echt. Onderweg naar Houten. Het is immens vroeg. Mijn wekker ging om 17:15. Jacques, wat gaan wij doen? We gaan inpakken voor de Linda Foundation. Een organisatie die ouders met kinderen in financiële nood steunen. We zijn nog wachten op een taxi. Helena gaat ons rijden. Helena werkt bij de Linda Foundation. Volgens mij komt ze daar nu aan. Ja. Dus we gaan zo meteen door. Maar het is in ieder geval een te gekke organisatie. Het is een heel goed doel waar we graag onze medewerking aan verlenen. En Linda de Mule is er zelf ook in. Zijn jullie er weer? Ja. Tweede keer? Ja, met liefde. Hallo, hallo. Met Linda de Mule. Van de Linda Foundation. Dus vandaag zijn we aan het inpakken. En zo waar komen ze ook langs. Nou, ja. Is dit te gek? Dat is super. Nou, ik vind het eigenlijk heel te gek dat jullie langskomen om mij te helpen inpakken. Het is meer andersom. Okay. We doen het echt met liefde. En graag volgend jaar weer. Oh, heel graag. Ik hoop heel erg dat jullie erbij zijn. Bedankt voor al jullie Beetje. Heel graag gedaan. Dank. Wij geven zelf soms ook lessen aan, noem het maar, de minder bedeelde kinderen. Ja. Vaak inderdaad alleenstaande ouders die het voor elkaar moeten krijgen om alles maar bol te werken. En dan is dit echt een fantastische foundation. Bridget! Bridget. Oh, de gezelligheid! Ik kan dat niet hoor, zingen. Dat doe ik. Zing maar aan jullie ook. Gewoon gezellig. Ik ga gewoon een keer het pakket inpakken. Linda van deze. Zijn we en we gaan 3000 gezinnen heel blij maken met het kerstpakket. Doneer nou nog even. Want we hebben nog echt wel wat geld nodig. Ja, doe dat. Nou, Linda Foundation. Ja! Doen, hè? Het is gewoon een fantastisch kerstpakket. Ja, nou, Oxane, donatie gaat gewoon, dus wat mensen doneren, gaat gewoon volledig naar de gezinnen. En daar staan wij gewoon voor. Want heel vaak zie je natuurlijk dat er wel bij andere organisaties wat weggedaan wordt bij de mensen. Ja. En dat gebeurt hier gewoon. Nee. Dus daarom staan we er volledig achter. Gewoon open en eerlijk. Let's all do it again. Boys will be boys, you better let them have the toys. Geeft je zo'n voldoening als je iets mag doen voor andere mensen die het wat minder hebben dan sommigen van ons. Dus daarom zeg ik mensen, geef gul aan de Linda Foundation. Ik ben er, krijg er zo'n glimlach van die er de hele dag niet meer van afgaat. En wie weet gaan we wel weer een heel leuk benefietconcert geven. Dus hou ons in de gaten. Ik zie jullie snel. Groetjes, doei doei! I think I want to live this morning alive.